Petra T. is geschorst als vicevoorzitter van de cliëntenraad van Jeugdbescherming West. Ze wordt verdacht van het ernstig mishandelen van haar 12-jarige stiefdochter Wendy in Roelof Arendsveen. Petra T. en haar man lieten Wendy op een nat matras slapen met de ramen open. Het kind raakte onderkoeld en belandde na een hartstilstand in het ziekenhuis. Een man heeft vrijdagmiddag op de laan van Meerdervoort in Den Haag gedreigd zijn huis op te blazen. Hij had de gaskraan opengedraaid. De politie en de brandweer hebben zijn voordeur geforceerd en de man opgepakt. Volgens de brandweer is er geen gas gemeten. De man is naar de opvang verwarde personen gebracht. Het was zaterdagmiddag feest in Duindorp op Scheveningen. De wijk bestaat 100 jaar en dat wordt natuurlijk gevierd, onder meer met deze tattoo. Verschillende fanfares liepen door de wijk. Daarna kwamen ze allemaal samen op het Norfolk-terrein bij het Zuiderstrand.